Het heeft de kleur van melk, het is iets lichter. Nou, proost. Gaan we dit drinken? Ja, uh, ja. Is dit nog gevaarlijk eigenlijk? Nou, daar gaan we het zo over hebben. <laughs> <laughs> Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over helpt extra bicarbonaat de sportprestatie? Dat in een zware wedstrijd het melkzuur zo wat uit je oren spuit, is nogal overdreven. Maar het is wel zo dat spieren tijdens een intensieve inspanning gaan verzuren. Kan bicarbonaat hiertegen helpen en zo verlichting geven? En werkt smeren eigenlijk net zo goed als slikken? Voordat we beginnen nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt, nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Hey, goedemorgen. goedemorgen. Daar ja. zijn we weer. We gaan het weer eens hebben over een lekker magisch middeltje, ja. bicarbonaat. Uh, ik moet je bekennen, ik weet niet eens wat het is. Ik uh, leun in deze aflevering helemaal op jou. Ja, het is toch een uh, als je over supplementen hebt, uh, die komt die iets snel boven. In het lijstje. Ja. Ja, Alleen zoek. Uh, als je gaat googelen, dan kom je tegen dat het ook bakpoeder is, baking soda, schuurmiddel. Nou, noem alles maar op. Het is een, het is een chemische combinatie. We gaan ja. op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is bicarbonaat? Uh, wat doet het als je dat inderdaad als supplement inneemt. Ja. Helpt het dan ook je sportprestatie? Zijn er dan mogelijk nadelen? En er is een crème. Amp Human, waar wij niet door gesponsord worden, maar wel door getipt zijn De Bastian ja, klopt. Eind uh, 2020 al. Dus Bastian, ik hoop dat je al die tijd hebt gewacht. Maar het is zover. We gaan het erover hebben. En uh, dat gaan we ook even onderzoeken. En je hebt uh, weer de nodige wetenschappelijke studies bij elkaar gesnord. Ja. Om het antwoord op de vraag te geven: bicarbonaat What zinvol is? of onzin? Laten we maar bij de basis uh, beginnen. Ja, wat is die? Carbonaat. Ja, ja, het is HCO3- en vaak gebonden aan natrium. Natrium. HC. Ja, H. Dus er zit een H en een CO2. Zuurstof. En koolstof. Ja. ja. Nou ja, die chemische combinatie is het. Uh, ja, en het zit inderdaad. Ik heb daar maar een, een flesje meegenomen. Hmm. Ik heb een zakje. Uh, bakpoeder genomen. Ja? Want ja, dat is het eerste wat in je opkomt als je bicarbonaat... Dat is iets wat ik ook nooit tegenkom. Nou, ik ben niet van heel Holland Bak. W wanneer ja, gebruik je bakpoeder? Dit is, is voor uh, cakes en taarten en noem maar op. Dan gaat ja? het de boel een beetje van uh, rijzen. En, ah. uh, dat is dan wel... En hier zit eigenlijk grotendeels natriumbicarbonaat in. 16 gram. Oké. Okay. Nou, heb is, ik... het, is het een stof die je uh, tegenkomt in de natuur, die je vast kan pakken, of is het een, een chemische het is combinatie? Ja, die het lichaam zelf maakt: okay. uh, alvleesklier, en, uh, je darmen, uh, je nieren. En eigenlijk de belangrijkste functie, als je over bicarbonaat, het is basis, yeah. is om de zuurgraad goed te houden. En dan met name van je bloed. Okay. Dat is een belangrijke functie van bicarbonaat. Dus dat is eigenlijk een soort regelaar. Vandaar net in de introductie het woord verzuren. Ja. Uh, ...deze stof zorgt dat het lichaam in balans blijft. Het is voor het bloed hartstikke belangrijk dat, dat het pH ongeveer op 7,4 blijft. Niet te veel gaat afwijken, want dan, uh, voor je het weet, als het echt zuur wordt... ...dan gaan allerlei uh, stoffen in het bloed, die hebben daar last van. Uh, gaan zelfs een stuk of krijgen een andere vorm of gaan niet meer zo goed werken. Dat wil je allemaal niet, ja. dus... Uh, Daarom is het belangrijk dat die pH altijd een beetje, ja, dat die goed gereguleerd wordt en bicarbonaat speelt daar uh, nou, een belangrijke rol bij. Is de, is de anti, uh, anti stof nou, in Wat, wat eigenlijk weer, als je het HCO3 hebben het over, nou, kun je voorstellen als die een h een zuur te pakken heeft, dan reageert die graag mee, dan krijg je H2CO3. Maar die valt heel snel uit, één in H2O en CO2. En dat is ah, te behappen. Die he? stoffen kennen we waarschijnlijk. Water, met water en, en koolzuur. Ja, nou, uh, en, en dat adem je uit. En CO2. precies. Dus wat je normaal bijvoorbeeld ziet bij inspanning, als jij. Uh, dan ga je, ook, ja, je ademhaling neemt ook toe. Dat is deels om de zuurstof op te nemen. Maar je zult ook zien, omdat jij. Als jij H plus gaat produceren, dat doen je spieren bij heftige inspanning. We hebben het over gehad in de uitzending over ja, lataal. We hebben een aflevering gemaakt over pijn en, ja. en, en ook over kramp. Dat heeft hier misschien ook mee te maken. Ja. Maar in ieder geval bij pijn zijn we die uitspraak. Melkzuur spuit uit je oren is onzin. Het ja. is niet melkzuur wat de pijn veroorzaakt. Nee, nee, maar dat heeft te maken dat melkzuur eigenlijk niet gewoon voorkomt in een, uh, in een lichaam wat sport, ja. of wat een levend lichaam. Eigenlijk alleen maar, dat was het verhaal van de eerste studie. Ja, met die kikkerbenen. Nee, dat is van de, dit was van de herten die oh, ze ja, opgejaagd De herten, ja, 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 ja. herten hadden ze opgejaagd en na afloop uh, die beesten uh, doodgemaakt. En dan uh, is gekeken van, hé, hey, wat vinden we terug in de spieren? Aflevering en, 26, okay. zie ik. En dan Laten kwamen ze luisteren. melkzuur tegen. Ja. Nou, en bleek uiteindelijk dat dat melkzuur normaal niet in ons lichaam voorkomt... maar meteen uit, uiteenvalt in lactaat en H+. Aha, en daar zit dus wel degelijk zuur. Dus ja. van sporten, van inspanning, komt er wel degelijk verzuring. Precies, en die H+, ja, daar zeggen ze van... ja, niet dat dat per se de pijn geeft, daar hebben we het toen ook over gehad... of de vermoeidheid, daar zijn ze er niet over uit. Het is wel zo dat H+, nou ja, als je daar veel van hebt... bij die spieren, dat die spiercontractie niet meer zo goed uh, loopt... Maar of dat nou de allesbeslissende uh, factor is die zegt: ho, ik moet rustig aan doen stoppen, dat weten we niet. Feit is dat je, als jij een bepaalde, nou die anaerobe drempel, hebben we het ook wel over uh, gehad, heen gaat krijg je linksom of rechtsom meer H+. Meer verzuur. Meer verzuur. Die drempel is dat moment dat eigenlijk jouw lichaam niet meer die afvalstoffen goed kan afvoeren. Klopt, dat te eigenlijk zijn. te weinig zuurstof aangevoerd wordt voor de normale aerobe verbranding met, ja. met zuurstof. Ja. Nou, je wilt toch brandstof hebben voor die spieren, dan gaan ze over op de verbranding zonder zuurstof, anaerobe. Ja. Nou, en het nadeel daarvan is uh, van oké, okay, daar wordt H+ bij geproduceerd. Precies. En waarvan men altijd zegt, oeh, dan moet je vermijden. En als, nou, ja, want dat... we weten allemaal, aan een roop kan je heel kort, heel intensief. Ja. En dan op een gegeven moment pat, sta ja. je geparkeerd, is Precies. het op, kun ja. je niet meer verder. Nou, om de boel wat te nuanceren, al lang meer inzicht te zeggen. Eigenlijk is het, het wordt nu gezien als iets zwart-wits. Je gaat die drempel over en ineens ga je aan een roop. Dat die H, die anaerobe glycolyse, die is eigenlijk continu aan de gang. Ook bij lagere intensiteit. Alleen dan wordt het, het gunstig. Nou, de H wordt sowieso gebufferd, weggewerkt. Heb je allerlei systemen voor onder, onder andere bicarbonaat. En de lactaat, die wordt juist. Positief ingezet als brandstof en is een goede signaalmolecuul. Okay. Dus iedereen die zegt: lactaat, hoe moet je vermijden? Nee, lactaat is goed. Guido zal het ook altijd beamen. Want dat heeft belangrijke uh, goede eigenschappen waardoor je beter kan worden. Ja. Linksom of rechtsom: als jij heftig gaat sporten, produceer je H. Uh, dat is gekoppeld aan een rotgevoel, in ieder geval. Dus men heeft gedacht: als je nou die H-plus op de een of andere manier kan wegvangen, ja. kan bufferen, nou. Uh, bevorderd aan sportprestatie. En dan kom je uit van. Nou, wat is de eerste buffer eigenlijk? De normale buffer is die hco 3 die bicarbonaat. Ja. Toch even checken. Je zegt het is een stof die komt in het lichaam voor. Hoe komt die daar? Neem ik die in met voeding? Wordt die gemaakt? Uh, er ge zijn spe speciale cellen in je darmen, met name. Kijk, je moet ook voorstellen: in de maag wordt daar heel veel zuur geproduceerd. Ja. Die zuur dat is prima, omdat die ja, in de maak zijn werking moet doen. Maar je die, niet, die, die zuur moet niet meer doorcijpelen richting je darmen. Daar wil je weer een pH-neutrale omgeving. Dus juist daar wordt bicarbonaat gemaakt ook okay. door de darmcellen. Ja. Waardoor daar de, nou ja, de, de pH van de darminhoud weer neutraal wordt. Los daarvan, alvleesklier, nou die maakt ook insuline, noem maar op, maar maakt ook uh, bicarbonaat. Om continu van onder alle processen waarbij zuur wordt geproduceerd, en dat is niet echt niet alleen maar bij die anaerobe glycolyse, heeft ook te maken met, uh, nou bijvoorbeeld als je ketonen inneemt, mm -hmm. dan hebben die zijn dat zijn ook zurige moleculen. Dus uiteindelijk is het gewoon continu van, nou ja, je, je lichaam heeft te maken met Zuur aanmaken of zuur innemen. Dat moet gebufferd. Daar houden het lichaam precies. niet van. Nou, HCO3- -min is de geëikte buffer. Alleen, ja, die kan je ook natuurlijk. Daar is een beperkte hoeveelheid van. Dus mensen hebben toen gedacht bij het sporten. van hé, als ik nou extra neem. Ja. geef mij dat voordeel. Nou, en dan zijn ze achtergekomen. Nou, HCO3-. -min, dat is niks anders dan bakpoeder. Dus. Eh, Dit kunnen we synthetisch maken. Ja. In een fabriek. poedertje ja. van maken. En dus, ik denk van ja, je kan ingewikkeld doen door dure pillen te kopen. Want je, ja, je kan ze inderdaad zijn best wel prijzig. Mm -hmm. En de crème waar we het straks over gaan hebben, is helemaal prijzig. Ja. Of je kan gewoon uh, bakpoeder nemen en oplossen. Nou, dat heb ik gedaan voor je. Hmm. En dan, dan gaan we het Ik Even dan... uitnodigen voor de kijkers op YouTube. Als je nu zit te luisteren. Je kan de Slimmer Posteren podcast ook op YouTube vinden. Surf dan even naar het, uh, mijn kanaal. Gerrit Heijkoop moet je zoeken. En dan vind je daar alle afleveringen van die Slimmer Posteren podcast. En zeker die 26 over pijn. Zie je ons de pijn challenge doen. En als je naar deze aflevering zoekt. Zie je ons een vies wit drankje ja. gaan drinken. Dus ik heb één zakje van 16 gram opgelost. Ja. Hoe kom ik daarop? Is uh, De aanbevolen wordt iets van. 300 tot 400 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Uh -huh. Nou, hoe zwaar ben jij? 80. Vraag me dat nou echt? Ja, rond de 80. Rond de 80. Dus 80. <laughs> 78 als ik scherp sta en 81 na een corona. Nou, ja, ja, 82 je, 80, moet ik 80 keer uh, 300 milligram, daar kom je uit op ongeveer 24 gram. Ja. Dat dus zou je dan een, moeten innemen, Dat Is niet te veel, wil je 1 zeggen? 1 à 2 doet. uur voor de inspanning wordt ja, gezegd. Ja. Nou, dit is maar 16 gram. Oké. Okay. Uh, en bovendien gaan we delen ja. Dus jij krijgt nu een kleine hoeveelheid binnen hè? Nou, schenk maar in, Een derde misschien van wat je normaal leuk. moet nemen Vinden we leuk hè, vieze dingen proeven Nou ja, ja, vies nou. Dat weet ik niet, maar dat heb jij al verteld misschien... Want uh, Jurgen zei voor de opname Ik pak even een verse kop water Want uh, ik weet al, dit wordt heel smerig Ja, het wordt ook aanbevolen om die hoeveelheid Minimaal met 1 à 2 liter water in wat? te nemen Dus misschien is dit wat sterk spul Ja Nee, maar het geeft we gaan aan... We een shotje bicarbonaat nemen. Je krijgt het, ja, het is... Je, je moet er best wel wat van innemen, nou. Ik kijk even, ik heb uh, voor de mensen die het niet zien, ik heb hier een glas, uh, ongeveer een derde vol, limonadeglas met een soort waterig, melkachtige ja. uh, substantie. Het beweegt als water, de viscose is niet zoals melk, <laughs> uh, maar het, ziet er, het heeft de kleur van melk, het is iets lichter. Nou, proost. Gaan we dit drinken? Ja, uh, ja. Het is uh, reukloos. Maar? De eerste aanraking met de tong is zuur. En dan een soort behangachtig ja, spul. Behang. Ja, of, dan behang. Of tandpasta misschien. Ja, maar niet ja. paradontax. Uh... Is dit nog gevaarlijk eigenlijk? Nou, daar gaan we het zo over hebben. <laughs> Oh, ik wou zeggen, op zich is dat uh, echt leuk, bakpoeder, zakje, maar dat is toch niet om even zo naar binnen te klokken. Uh. Even kijken wat erop staat. Ja. Gebruiken voor het bakken van cake koekjes, pannenkoeken. Bakken geeft een goed en luchtig bakresultaat. Neutraal van smaak. Meng bak, be, bakken met bloem. Nou, het staat niet uh, bij uh, aanraking met de nee, dame Nee, maar. Na, kijk, het dokter. is wel, er zit inderdaad, wat erin zit is sowieso natriumcarbonaat daar ging het ons om. Maar er staat ook zetmeel en rijsmiddelen. Dus wie, wie weet, gebeurt er nu van alles in onze uh, maag-darmstelsel. Maar los van die rijsmiddelen, dat is wat, ja, wat dus in dat... ieder geval gewaarschuwd wordt bij, als je dit inneemt. Let op, jouw ja, jou buik, jouw maag krijgt nu een stoot bicarbonaat binnen. Ja. Nou, daar heb je sowieso, daar zit ook zuur in de maag. Ja. Dus dat gaat reageren. En ik zei al. H plus met HCO3 min. Ik ga krijg... toch even onze luisteraars hierin betrekken. Jurgen had vandaag iets te veel plezier <laughs> voor deze aflevering. Wat weet jij wat ik niet weet? Nou, wat als gebeuren? je dan nadenkt, dan krijg je dus de H2CO3 valt uit elkaar in H2O en CO2. En CO2 is koolzuur. Ja. Kortom, dit gaat borrelen in, <laughs> as we speak, ja. is er nu in je maag. Is een stoot zuur wordt opgevangen door wat riks. jij net hebt ingeslikt. Ja. Wordt omgezet in CO2. Dat is gas. Ik heb gas. wel heel veel zuur in mijn mondhoeken. Kun je dat ook? Ja. ja. Nou ja. Voel je het al? Nee. Dus, nou ja, dit is in ieder geval wat beschreven wordt als je dit neemt. En de studies ook laten zien. Ja, je, je darmen vinden dit niet fijn. Kortom. Je gaat boeren... Want ja, daar ontstaat nu lucht, koolzuur ja, ja, wordt. Uh, ja. Maar ja, goed, dat is één een, een beetje boeren. Komt die al? Nee. En daarnaast heb je ook uh, ja, uh, allerlei kwalen van diarree, krampen, et cetera. Ja. Dus ik, nee, als, wij, toch. als wij deze aflevering niet volhouden, dan weten ja. luisteraar waar het dan het heeft, dan, dan de luisteraars waarom het gebeurd is. Maar is dat dan niet omdat jij de goedkope zakje bakingpoeder nee. gebruikt? Want, en niet gewoon netjes de dure pillen uh, dan... waar het reismiddel niet bij zit? Ja, nee. Nee, want dat wordt el, alles wat jij leest hierover en als je het koopt. Wat ze dan wel gedaan Verspoen. hebben, is ze hebben speciale capsules gemaakt. Waarbij het bicarbonaat niet zozeer in poedervorm of in pillenvorm is, maar in een capsule. Dus, en dan zeggen ze ja, die capsule is dan zo gemaakt dat die dan pas na uh, de maag uh, open wordt gemaakt. Waar ja, hadden we dit nou ook bij die Ja, uh, bij dat uh, met dat suiker. Ja. Dat je Voor meer die suiker kon glucose die sportdrank. Sportdrank van, hè? Van Morton, ja. De Morton sportdrank ja. heeft ook dit principe. Ja. Dus eigenlijk dat je wil dat dit uh, ja, de maag voorbij ja. gaat. Ja. En alleen wat ik dan lees is dat die capsules daar lukt het heel moeilijk in om die ik vind het die hoeveelheid te voelen. Die hoeveelheid die fixe hoeveelheid daarin te krijgen. Oh my god. Hebben we een emmertje? Nee. Nou ja, je kan altijd water nemen ja. om na te spoelen, mm, Dat heb ik in mijn mond al gedaan. Goed. Dus je moet er wel wat voor over hebben. Ja. Trouwens, als je nu water drinkt, ja, proeft totaal anders. Ja, toch? dat klopt. Maar dat wil gewoon... die zure nasmaak ja. in mijn mond. Ja. Mm. Maar wij doen nu een shotje. Jij zei dus al, je moet eigenlijk anderhalve liter water. Ik zie opeens nog een ander bijeffect. Los van dat je misschien borrels in je buik krijgt. Als jij anderhalve liter ja. water twee uur voor je race gaat drinken. Ja. Ja, dan plas je dat misschien net een ja, tijd weer uit. Dus dat, uh, ja. en, en, nou, Een andere manier is dat je drie à vier dagen voor je sportprestatie Stapelen. gaat beginnen. En dan kan je het met minder afdoen, geloof ik, in de dag ervoor. Kortom, dit zijn beperkingen eigenlijk van de bicarbonaat. Ja. Maar. Als je dan de resultaten uh, hoort ja, op de sportprestatie, want, vertel. dan heb je het er misschien wel voor over. Wat uh, is er nou, gevonden? Het, uh, het is dus gekoppeld aan inderdaad die verzuring, het verzuren, het tegengaan in spieren. En dan blijkt dat echt zo te doen. Maar dan gaat het dan wel om inspanningen die van 1 tot 10 minuten. Dus juist He? de kort intensieve inspanning, want daar produceer oh, die, 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 jij... Die, die, die. Anerobe inspanningen ja, klopt. Heel interessant. Dus in een kort. sprint of uh, als jij, uh, nou ja, gewichten aan het, aan het shoren bent, is daadwerkelijk toch wel voldoende bewijs nu dat uh, uh, bicarbonaat uh, die prestatie uh, dat je hem langer kan volhouden. Met name dus niet, niet zozeer dat jij harder gaat of dat jij meer kilo's kan tillen, maar wel als jij dus een een test tot uitputting, uh, uitputting doet, die of een fiets dieper. of een uh, loopband. We gaan zo nog een met vroegen om te ja. vragen of hij bicarbonaat aanbeveelt aan zijn atleten. Mm -hmm. uh, Gevreugde uitspraak van Guido is de anaerobe tank. Ja, die wordt dus iets groter hiermee, misschien. Ja, of die ja, kijk, kun wat, je langer benutten. Ja, want het, het is dan ook in die studies, als je dan kijkt naar de RPE. Nou, we hebben het vaak over de ervaren mate van inspanning. Ja. Dan is het inderdaad zo dat de bepaalde inspanning die jij aan het doen bent in die 10 minuten, dat die als minder zwaar ervaren wordt. En daarbij ook, dan zien ze dat de lactaatspiegels in je bloed, dat is wel even belangrijk, toenemen. Ja, dan zou je in eerste instantie zeggen, hè, dat is toch gek? Maar dat geeft me aan, kijk wat er gebeurt is, nou ja, jouw... Je kan uh, dus beter verdragen, je kan een hoger lactaatniveau ja, verdragen. omdat die H plus wordt dan toch weggevangen ja. in het bloed. Dus wat er normaal gebeurt, jouw spieren produceren H plus en lactaat. Nou, als dat in hoge concentratie, dan verdwijnt er een stuk, gaat naar het bloed. Ja. Dat is gewoon van hoge naar lage concentratie. Dus wat er dan gebeurt, als jij je H plus wegvangt met je bicarbonaat. Nou, dan is er eigenlijk zoiets van dat die en je, er komt niet een signaal van hé, hey, ik wil stoppen, ik hou het niet vol. Dan gaan jouw spieren langer door in die anaerobe glycolyse, wordt meer lactaat geproduceerd en dat zie je dan ook terug als meer Precies. lactaat in het bloed. Kortom, bevestigt die verwachting ja. dat inderdaad dit het effect is wat bicarbonaat ja. heeft, vangt de H plus af, daardoor kun je dieper, dieper gaan in feite. Precies. Langer diep gaan. Ja, dus vooral op korte, intensieve inspanningen. Ja. En daar is wel bewijs voor, alleen dat is altijd de disclaimer van timing. Want ik heb het over die 1 a 2 uur voor. voor die inspanning. Nou, daar geeft het dan 1 a 2. Ze hebben wel eens goed bekeken volgens mij naar echt concentraties van de bicarbonaat in het bloed en dan pH daaraan gekoppeld. En dan zie je toch wel verschillen dat bij ene na een kwartier al een, uh, het in het bloed te zien is. En bij een ander duurt het nou ja, anderhalf uur inderdaad. Dus als je het goed wilt doen. toch even checken. Is het niet zo. als het er eenmaal in zit, dan blijft het. Ik bedoel, verdwijnt het ook weer. Uh, je ja, zou er kunnen uiteind. zeggen. ik neem het vier uur van tevoren in. en ik ga later sporten. maar dan heb nee. ik die levels gewoon zitten. Nee, dat gaat ook meteen. Uh, ja, het werkt. wordt weer afgevoerd. Ja, want het lichaam denkt toch van. ja, dit is. Dit, dit is een van de stoffen. die echt nauwkeurig gereguleerd ah, is. Dus het is onbalans. Ja. En dan gaat die ja, heel homeostase. Hè, ja, dat is mijn favoriete term. Dat heb ik geloof ik nooit in de uitzending gezegd, vind ik zo'n mooi woord. Ja. Het feit dat je lichaam in staat is om al die parameters ja. in zo'n kleine marge te houden. Die temperatuur, de zuurgaten, Klopt. vochtigheid, de hart... Nou ja, dus elke homeostase. verstoring, dus ook de verstoring in, uh, in, in je HCO3-. Ja, die ja, gaat die corrigeren. We moeten niet te basis worden als bloed. Of nee. uh, die pH nee. moet die 7,4 halen. Dus het is wel een beetje dat ze ook zeggen... ja, het lastige nu is gewoon de timing... Van ja, is 1 à 2 is dat voor iedereen 1 à 2 uur van tevoren. Idealitair zou je dus van jezelf moeten weten. Bij mij onder deze omstandigheden. Uh, ja, hangt het weer af neem je het met voedsel mee uh, in. Uh, de ja, wij hebben net geluncht. Oh nee, we hebben net niet geluncht. Nee, nou, dus, we uh, hebben net geluncht. Gelukkig. Dus daar zit <laughs> ja. een beetje van dat je, als je zegt ja, maar bij mij werkt het niet. Ja, dan moet jij gaan uh, spelen met wanneer je het precies neemt. Ja. En ja, los daarvan. Ik weet niet hoe het nu mee is met je buik en je darmen. Ik geloof dat ik het meevind vallen. Ja. Ik denk bijna dat het meer placebo angst okay. is, hè? dat je denkt, oh, oh, oh het ja. gaat er gebeuren? Gelukkig. Maar uh, het valt. Nog maar, maar je mee. kan je voorstellen als jij nu uh, uh, over een uur een marathon wil gaan lopen of uh, lekker gaan fietsen. En er is wat getriggerd daar. En dan en zit er dan... natuurlijk al spanning in je lijf. Ja. Dat zit vaak al op je maag Dat zal dan nog onrustiger ja. worden, wellicht. Ja. 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 Dus dat is toch dat uh, ja, sommige atleten kunnen daar nou gewoon eenmaal beter dan anderen. Maar ik denk nu aan Bastiaan. Bastiaan ja. Gaillard, die ons die mail schreef ja. over: kijk daar eens naar. Die zegt natuurlijk: Ja, gasten, dat is nou dom we hebben, te doen. We hebben Daarom nieuws. zeg ik toch tegen jullie: zoek eens uit hoe het zit met amp. Human. Ik zal ze mail even voorlezen. Ja. Hij zei tijdens jullie aflevering over bietensap. Trouwens ook een hele populaire aflevering over uh, wat uh, bietensap doet voor amateurs. Zegt hij, wat overigens een prima natje is. Vroeg ik me af of jullie het wel eens over Amp Human hebben gehad. Nee, bij deze dus, Bastian. Het is een dikke lotion met bicarb die je op je lichaam smeert. Ook wat uh, onspecifiek voor het sporten. De voedingsmiddelen uit de lotion trekken in en voeden op deze manier van buitenaf je spieren. Ik heb het diverse keren geprobeerd op mijn benen voor het fietsen en het gevoel is anders, alsof je de pijn minder voelt en je echt diep moet. Ik denk dat hij ook bedoelt kan gaan. Ja. Dit kan natuurlijk heel goed het bekende en door jullie meermaals aangehaalde placebo-effect zijn, maar ik wil graag wetenschappelijke onderbouwing. Nou, we hebben al één component van die wetenschappelijke onderbouwing gehad. De stof werkt ja. en het innemen van die stof werkt ook. Maar nu, om al die maagdarmproblemen te voorkomen, wat nou als we gaan smeren? Nog even, het werkt. Ja, we hebben het over 2 à 3 procent. Maar, oh, ja, nou, is... ja, maar ja, nou ja. En nogmaals, ja. met die variatie tussen. We hebben de proef, we 2 zo, of 2 à 3 procent dan... op wat? Op een bijvoorbeeld, uh, als jij een, een, een uitputtingstest doet. Precies, langer volhouden. vol ja, ja. Maar goed, als je zegt normaal uh, kan ik 10 minuten gains, en het zijn ja. er nu 12. Dan ja. dat ben je toch een eind verder op volle ja. snelheid. Ja, ja. ja. klopt. Ja. ja, nee, het is inderdaad die site heb ik bekeken. En ook de link die hij doorgaf over de discussie. Uh, nou ja, dat is die site is... De site ja. van Amp Human, ja. bedoel je? Ja, ik bedoel, uh, daar gaat het om... Uh, Natural Fighting Force Against Fatigue and Soreness. Nou, ja. dat wil je, Great for High Performance Athletes and also Great for Amateur Athletes. En dan uh, Geraint Thomas, die gebruikt het ook. The more I use PR Lotion, dat is hem, the more I get out of my training performance and recovery. Nou, nou. wat een belofte. Ja, en dan uh, nou ga je toch op zoek van, oké, okay, ergens klinkt het... Als, als de holy grail. Je denkt, we hebben een stof die werkt: hè, bicarbonaat. Uh, alleen het grote nadeel is, als ik hem inneem via mijn mond. Ja, moet hij langs die maag en die darmen. en dan kan het allerlei problemen geven. Dus Van, smeren. Dus smeren. wat ik het meest fascinerende vond aan deze vraag. is toen die binnenkwam. dat ik ook tegen jou zei. hè? Voedingsstoffen <laughs> smeren? Ja. Ja. Ik wist niet eens dat dat de manier was. om, om dingen in te nemen. Ja. Nou ja, goed, testosteron, hè? die hormonen hebben we toen ook wel. Dus het, echt voedingsstof, ja, je gaat niet snel jezelf insmeren. Nou, vet, ja, je heeft het natuurlijk maken van, oké, okay, hij moet wat lager door. Eerst mm -hmm. je huid, en dan zit er misschien nog wat vet uh, daaronder. En dan uh, komt hij uiteindelijk in de spier. Je, de, de vraag is ook, waar wil je dit hebben? Hè? Wil je dit in de spier zelf krijgen? Nou, nee, eigenlijk in het bloed. Aha. Want daar, kijk, uh, bicarbonaat is echt de buffer in het bloed. In de spier zelf zit weer een ander buffersysteem. Hey, dat is grappig, uh, want de uh, kijkers op YouTube zien het misschien uh, onze luisteraars niet. Jij zit met je hand op ja. je bovenbeen. Maar dat is niet per se een plek waar de huid heel dun is. Nee. Zou het dan ook nog verstandig zijn dat je dit gaat smeren ja. op plekjes met dunne huid, zodat het sneller bij je bloedbaan ja, is? Ja, maar ik heb wel het idee van. Het is dus niet zozeer van. Daar ga je het onder je oksel smeren, denk Bijvoorbeeld, ik. Bijvoorbeeld, ja, ja. ja. Nee, want waar, hoe ze het inzetten is op de, <laughs> op, op de spieren die pijn doen, daar smeren ze op in. Dus. Dat vind ik al een beetje gek. Ja, je kan je wel voorstellen, daar zitten dan ook kleine bloedvaatjes. Misschien ja. in de haarvaat als het daar terecht komt, zit het lekker dicht bij de spier waar de H wordt geproduceerd. De delivery in medische termen, ja. daar heb je dan geen issues mee. Je brengt het gelijk naar de plek Precies. waar je het nodig hebt. En nou, zij, dan lees je weer over speciale techniek die zij ontwikkeld hebben. Wie, deze amp -human ja. ja, En daar, daar laten ze niks over los. Maar het gaat om kleine uh, druppeltjes vet, volgens mij. Waarin ze dan die bicarbonaat hebben gestopt. Ja. En die druppeltjes vet, nou, die, dat is het, ja, die, die gaan makkelijk door de huid heen, claimen zij dan. Mm -hmm. En uh, komen dan op die manier in, in, in de spieren of in de buurt van de spieren terecht. Dat is een claim, hè? Wat ze laten weten. Dus is, over... is er een wetenschappelijke basis voor deze manier van aanbrengen van stoffen? Ja, dat. Uh, ja, nou, het hangt erg van de stof af of het vet oplosbaar is, ja of nee. Daar heb je al het probleem, volgens mij. Kijk, testosteron is dat wel. Mm -hmm. um, en bepaalde hormonen, daar, daar werken hormoonzalf, ook zo'n corticosteroïdezalf. Uh, maar eigenlijk, bicarbonaat is juist wateroplosbaar. Het zit normaal in het bloed. Ja. Vandaar hun technologie. En ik, ik geloof best dat er wel uh, slimme technologieën ontwikkeld zijn om op die manier met. Ja, of nanobolletjes hoor je, lees je natuurlijk veel over. Maar het gaat er nu om: kan jij inderdaad genoeg uh, daar krijgen. Om hetzelfde effect te, uh, te bewerkstelligen als dat je het inneemt. Ja. Nou, en we zagen het grote probleem met bicarbonatie, je moet er behoorlijk wat van innemen. Dat ja. is gewoon, dat, 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 dat is gewoon. Nou, hun eigen site hebben wat studies. En uh, allemaal kleine studies, wat posters die ooit gepresenteerd zijn, en, nou, het zijn drie, viertal studies. Die laten inderdaad een positief effect zien. Ja. Maar goed. Het zou sterk je. zijn als ze een studie zouden publiceren ja. die laat zien dat het niet werkt. En dan zeggen ze, kijk, uh, onafhankelijk onderzoek van die en die universiteit, maar ja, daar staat altijd wel bij, ja, die en die wordt ook nog betaald vanuit Amp Human. Dus dan ga je op zoek naar, is er dan echt een onafhankelijke studie? En uh, ja, het is mondjesmaat eigenlijk eentje is nu gebeurd. Je hebt er een gevonden, ja. Ja, 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 ja. Vertel, en wat het vond heeft je? Al, en die was toen, Bastiaan namelijk, het opstuurde was die er nog niet, dus inmiddels ja, heeft hij, misschien heeft hij hem wel naar heel veel uh, onderzoekers gestuurd, deze mail. Dat kan ja, ook. Voor mij <laughs> ja. was hij ja zelf geen belang. Hij wil gewoon weten of het, het ja. waard is dat hij. Nou, 75 ja. euro voor een potje crème betaalt. Ik ben, ik, ja goed. Uh, het geeft nog niet het definitieve antwoord. Zoals dat vaak gaat. Maar het geeft wel een aanwijzing. Wat zij gedaan hebben: Australische studie. Uh, zij hebben een groep proefpersonen genomen. Daar hebben ze twee uh, onderzoeken bij gedaan. Naar de eerste. Of bij twee groepen is het eigenlijk. De eerste hebben ze gekeken. Dat vond ik wel slim. Die uh, lieten zij uh, twee manieren bicarbonaat nemen. En, de, en nou, ik vond daar wel echt goed over nagedacht. De eerste manier was. Daar kregen ze het goedje zoals wij deden. En dan precies die 300 milligram per kilogram. Met uh, daarbovenop deze de zalf insmeren. Alleen zonder de bicarbonaat. Dus dat okay. was de placebo zalf. Ja. En in de tweede keer liet ze het goedje drinken, maar dan zonder de Zelfde smaak, noem maar op. Als ja. knap hoe je dat precies doet. En dan de zalf, wel met de bicarbonaat. Dus dit was een dubbel Double blind Dubbel blind gebed. En ja. dan aan, aan twee kanten wordt eigenlijk dit effectieve bicarbonaat gegeven. En toen gekeken van a, wat zie ik in het bloed gebeuren? En b, wat doet het op de sportprestatie? Nou, nou de... drumroll, dit klinkt nou, spannend. Wat vonden ze? Nou, in, keken ze in het bloed en dan zagen ze daadwerkelijk, als jij bicarbonaat inslikt, ja, dat dan de pH neemt ja. toe, wordt wat basis, je vindt bicarbonaat terug. Uh, en als je het andersom doet met alleen de zalf, ja, zien ze daar niks gebeuren in het bloed. Hmm. Kortom, een aanwijzing van, ja, uh, bereikt het, het. En ze hebben precies dezelfde dosering maar aangehouden, ook de, die wordt aanbevolen, volgens mij ook die 300 milligram. En eh, daarmee aangeven, en ja, dat spul dat, dat smeer je lekker op, maar het komt niet heel diep. Het komt in ieder geval niet in je bloed. Je pikt het niet op op die manier. En zou dan nu de mensen van Amphuman zeggen, ja, maar dit was zalf en dit is dan onze gepatenteerde nee, delivery technologie? Of dit het, ging echt ja, over het Amp -human spul? Die, ja, okay. want zij hebben volgens mij... Oké, okay, dus, dus in ook, feite test failed. Ja, en ook de studies die uh, Amphuman zelf doen, daar gebruiken ze ook gewoon de placebo zalf. Dus Oké. Okay. Uh, nou, ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant zeggen ze, oké, okay, dan gingen ze prestatie kijken. En ze gingen gewoon uh, 30 seconden max inspanning op de fiets, een x aantal keren halen. En ze vonden geen uh, verschil tussen de twee. Wacht even. Wat gek tussen was. Tussen zelf en in, Ja. Maar vonden ze wel prestatieverbetering? Nee, ja, nee, maar ze hadden dus niet een controlegroep die niks kreeg. Ah, dus nee, zij, maar wel bij die mensen zelf, toch neem ik aan, die proefpersonen. Uh, Deden die het beter op bicarbonaat? Dat is natuurlijk het belangrijkste. Nee, allebei niet. Allebei niet. Nee. Dus dat oh, dus was het. Dus ja, wat ik eerder zei: ja, de studies hebben aangetoond dat. Zij zei ook: ja, goed, misschien hebben we net de verkeerde groep proefpersonen genomen. Hebben we net de verkeerde uh, toets gedaan, net de kleine groep. Want zei ze: je zou verwachten dat het wel wat. Uh, ja, als je het beredeneert, klinkt ja. het logisch. Ja. Maar ze krijgen het dus nog niet. Nee, ze zagen niet terug op de prestatie. Dus je kunt nog steeds zeggen, ja, uh, oké, okay, leuk dat bicarbonaat, in het geval van die orale inname, dus via de mond, iets deed op het bloed. Maar ja, het feit dat de prestatie ook niet bevorderde, nou, dat maakt dan uh, het niet heel sterk van nee, dat het uh, nee. iets uitmaakte. En nou dan hebben ze een tweede studie gedaan met goed getrainde proefpersonen. Waarbij ze dachten van ja, misschien ligt het daar wel aan. Alleen ja, dan is het zwakker. Daar hebben ze alleen maar de proef gedaan met de actieve zalf en de inactieve zalf. Niks oraals gedaan. Ah. En daar zijn ze, nou daar is genoeg evidence uit de literatuur. Misschien ook hun eigen groep dat ze in het verleden hebben laten zien. Onder deze, bij deze groep uh, proefpersonen werkt bicarbonaat als je het slikt. Ja. En uh, nou, hetzelfde gedaan. En zeiden ze, ja, nou ze zagen dus geen verschil tussen de groep die uh, de actieve crème kreeg of niet. En voor hun was dat dan 1 één, één en 1 één is 2. Is van duidelijk van ja, uh, als het hier ook niks werkt... ja, dan is het uh, met daarbij dus... nou, waarschijnlijk komt het niet aan in het bloed. En het doet sowieso dan ook niks op die sportprestatie. Is het, uh, ja, uh, gebakken lucht op die manier. Leuke woordspeling, ja. gebakken lucht. Maar in dit geval, deze Australische studie concludeert... de zalf is gebakken lucht. Ja. En niet per se bicarbonaat nee. is is lucht. Nee, nee. Nou ja, volgens mij zijn we één stap verwijderd om dit eens even aan Guido te vragen. Misschien smijt hij ons wel om ons oren dat we ja. oude inzichten hebben, of hij heeft een andere overtuiging. Of toen merk ik ook, hij is gewoon soms ook gewoon praktisch overtuigd. Ja. Nou, wat ik het is toch wel leuk om nog eens te benoemen, want ik heb natuurlijk op die site die link van uh, waar een hele discussieforum gaande is. En zo gaan heel veel mensen zeggen, ja, ook al is placebo. Ik voel me er lekker onder. Ja, dus of je Bastiaan voelt ook, het. Ja. Nou, daar zit toch nog wel iets in. Iets, iets mafs, is... ze hebben ook menthol toegevoegd. Mm -hmm. En je weet van menthol zelf. Ik weet niet als je daar. Ja, de middelgan, inderdaad, uh, achtige of dat prikkelt gewoon. Ja. Dus het kan ook zijn, ja, misschien die bico naar het forget about it. het is gewoon een menthol. Het <laughs> geeft gewoon een, gewoon een lekker variant gevoel. van tijgerbalsen. Nou, ja. ja. En uh, ja dat het op. Dus, op die manier, kijk, ze, ze gooien het op de bicarbona, maar misschien is het gewoon niks anders inderdaad dan, dan dat extra stukje menthol. Ja, ja. Um, het is wel een kostbaar goedje. Uh, Bastiaan. Ja. als je dit luistert, dan doe je ongetwijfeld uh, laat ons eens dus weten. Gebruik je het nog steeds of ben je inmiddels uh, van je geloof afgevallen? En uh, uh, laatste vraag. We hebben natuurlijk aan het begin van dit seizoen de doping specials gehad bicarbonaat, wordt erop getest? Staat het op nee. de lijst? Nee, dat het lichaam maakt het ook zelf. Ja. En nogmaals... Staat het je... op de monitoring list? Nee nee, 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 nee. En het wordt ook door het IOC gewoon uh, aanbevolen. Ja, aanbevolen doet meestal niet. En het IOC brengt dan een statement naar atleten uit van welke voedingssupplementen uh, mogelijk voor hun van belang kunnen zijn. Met deze. daarbij altijd de disclaimer, let op, dat je het goede spul neemt, dat het niet vervuild is. Uh, ja, en zoek het goed uit of het voor jou werkt. En nou, daar zit cafeïne, staat daarbij. En daar zit bicarbonaat ook okay. bij. Ja. En dus in die zin zal het echt geen doping zijn. Aan de andere kant, je ja, vraagt ook altijd, kan het kwaad? Ja, overdoseren en ja. zo, risico's. Nou, het, behalve het boeren en de diarree? Nou, het, het, het meest genoemde is eigenlijk het grootste probleem. Is dat je het samen inneemt met natrium. Het mm -hmm. is gekoppeld als, als natrium, bicarbonaat. En natrium... Is, nou ja, zout. zout of, ja, ja. En dat is gewoon een stofje... wat het lichaam ook uh, steeds mee bezig is om dat constant te houden. We hebben het eerder gehad over de watervergiftigingen. Ja, te veel water. Aflevering over sportdrank. Ja, wat zorgde voor een te lage natriumspiegel in je bloed. Hè? Uh, wat, wat niet goed is voor... Dus in die uh, zin die anderhalve, twee liter drinken... Ja. wordt dan wel in ieder geval in nou, balans ja, gehouden. ja, precies. <laughs> En, en uh, belangrijk, je nieren zijn hier heel belangrijk in. Die, die monitoren continu jouw natrium. En je weet ook van keuken, te veel eten, hoge bloeddruk, et cetera. Dus dat, dat is meestal wat gezegd wordt. Ja, kijk uit, je neemt een shitload natrium in. Nou ja, dan moet je moet je nieren weer, weer wegwerken. Toch en, even uh, dubbel checken voor Bastiaan en collega's. Die uh, natrium, zit dat ook in de zalf? Uh, is het daar ook gebonden aan natrium? Nee, volgens mij niet. Daar niet. En het andere is, ja, kijk, als het toch niet in het bloed komt, ja, dan heb je er ook geen last van. Ja, precies, maar eh? dan heb je er ook niet van. Ja. Ik zeg, wij komen er niet helemaal uit. Laten we maar eens aan Guido gaan vragen om uh, vast te stellen wat de final verdict moet zijn. Is dit nou zinvol of onzin? We gaan uh, zoomen met vroemen. Doen we? We gaan zoomen met vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Hm. Ja, hey Guido, uh, wij zitten hier met een licht uh, opgeblazen gevoel. We hebben net uh, een paar shotjes uh, bakpoeder naar binnen gewerkt. <laughs> omdat het volgens de wetenschap heel goed idee is om uh, bicarbonaat uh, toe te voegen. 2-3% prestatieverbetering belooft Jurgen. Bij korte inspanningen. Bij Normaal. korte intensieve inspanningen. Ja, ja. Ja, ja, dat moet je dus gaan doen. O, ja, ja. ja, dus we moeten zo denk ik even onze anaerobe tank gaan leegtrekken. Maar niet Jelic. voordat we even uh, van onze topcoach en uh, trainer gehoord hebben. En sportarts natuurlijk. Hoe hij, uh, wat zijn kijkers op uh, bicarbonaat. Dus uh, Guido... Wat vind je van het spul en, en beveel je het aan bij jouw atleten? Ja, eerlijk gezegd niet. Dus ik beveel het bijna nooit aan. Het zijn mij, als ze het willen gebruiken, dan moet ik ook eerlijk toegeven dat ik weinig sporters heb die in die tijdsperiode, hè, die 30 seconden tot laten we zeggen 3, 4, 5 minuten, hun wedstrijd duur is. Dat ik die ook niet heel erg veel heb. Dus wat dat betreft denk ik, nou ja. Dus dan, dan ik ga niet een, eh, je hoeft te, als je triatleet bent hoef je er niet over na te denken om het zo simpel te zeggen dan kun je denken nou dat heeft helemaal geen zin om al die moeite te doen en dat nee maar is dus, het uh, uh, als je nou een sprinter uh, ja die heb je die je misschien ik dacht een, een sprinter voor bij het wielrennen die ja dat is een, de timing is dan wel heel lastig want dan moet je dan <laughs> twee drie uur moet je dus tijdens de koers die die bijsnijden naart gaan slikken ongeveer denken over twee uur moet ik of anderhalf uur is de finishlijn. Ja. Gebeurt het ja, ja. op die manier, denk jij? Wordt er inderdaad in de peloton bicarbonaat... Uh, tijdens de koers uh, of uh, van tevoren nee. genomen? Nee, ik denk meer dat je moet denken aan bijvoorbeeld uh, baanwielrennen. Eh, dan weet je uh, wanneer die wedstrijd is, dan kun je gewoon op timen. Hè, dat je dat, uh, dan weet ik, ik moet, uh, om, half, uh, om half vier s middags... moet ik die koers rijden. Uh, dan kan het een minuut later zijn, of een minuut eerder, maar. Zo nauw komt het niet. Dus dan kun je het doen. Weet je, dan weet je, dan heb je dus een verhoogde hoeveelheid uh, uh, ja, HCO3-ionen die dan uh, het zuur kunnen neutraliseren. Wat je eigenlijk gaat aanmaken, heel veel. Ja. ja. Dat of, kan een beetje. Ja, helpen. of Atletiek, denk ik 400, 800 meter lopen. Ik, dus uh... ik ben toch een klein beetje in de war. Want ik heb net eerder in deze aflevering jou nog aangehaald, Guido, over de befaamde anaerobe tank. Ja. Uh, ja. Die heb je toch ook nodig in een wielenkoers die langer is. Je zegt nu: het is alleen relevant als je een korte inspanning doet. Maar in een koers zitten er ook klimmetjes of sprintjes of versnellingen. Is het daar dan ook niet nuttig voor? Ja, als je het zo, weet je, die, die sprintjes en die beklimmetjes en zo, die zijn natuurlijk ook op dezelfde manier. He, dan moet je ook kortdurend. Um, maar dat gebeurt wel heel vaak achter elkaar. En um, dan, dan zou het waarschijnlijk wel voor een paar werken en daarna zou dan eff, het effect van dit, he, van het bicarbonaat, eigenlijk weg hebben. En dan merk je er eigenlijk niks van. Dan heb je er misschien alleen maar last van gehad, doordat je dat in moest nemen. Dus je kunt dan beter ervoor zorgen dat dat. dat, dat Anerobe systeem waar het hier over gaat. Doordat gewoon heel goed getraind is, dat, da, dat je dat vaak achter elkaar kunt gebruiken, en vullen, en leegtrekken en vullen en leegtrekken en vullen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Bij de bicarbonaat gaat het eigenlijk het belangrijkste als je dat wilt gebruiken, is dat je het één keer knetterhard kunt. He, zo hoog als het maar kan. En dat je het dan zo lang mogelijk door kunt trekken. En dan is het klaar. Want het is dus niet zo dat als je dat lekker veel in je lijf hebt, dat het dan van al die piekjes even het topje afschaaft of zo. Je kunt het niet blijven gebruiken. Nou ja, zo werkt het inderdaad op een gegeven moment niet meer natuurlijk. Hè. Dan is het als het systeem doordat je dat, on... als je dat één keer hebt leeggetrokken en je hebt dat um, in je trainingen niet vaker herhaald, dan, is... dan herstel je daar niet van. Weet je, dan kun je dat één keer heel hard. Maar ja, je had het nog tien keer daarna ook moeten doen, maar dat ging niet meer. Want dan, was ik, ja, dan kon ik niet meer. Dat herstel kon ik niet meer. Is dan eigenlijk niet de conclusie? Kijk, het lichaam heeft al een, een uitstekend buffersysteem. Met alle cellen die al bicarbonaat aanmaken ergens. Ja. Dus op de, als jij gewoon goed traint die, eh, onder die omstandigheden waarbij jij veel zuur produceert, dus anaerobe glycolyse, aanzet. Gaat het lichaam ook, denk jij, meer bicarbonaat van nature zelf aanmaken? Is dat onderdeel van de training, weet jij dat? Nee, dat weet ik niet. Maar ik, ik kan me wel voorstellen eigenlijk dat je, de enzymen die, die erbij betrokken zijn, die gaan wel beter werken. Die worden wel efficiënter. Dus daardoor zul je het, zal het wel vaker kunnen, beter herstellen en een meer aanspraak kunnen maken op dit systeem. Dus een vast onderdeel van bicarbonaat uh, in je bidon, dat uh, zo wordt het echt nooit. En dat ligt verbaasd, want het zijn toch procenten nee. ja. prestatieverbeteringen? We zijn het allemaal eens ja, over het effect. Ik, ik denk dat ik dat, zeggen. Ja, maar het is eenmalig, want dat lichaam ja. Dat, ja, wil daar toch weer snel van af. Dat is één. En de tweede is volgens mij nou, de, de bij-effecten. Ja. Waar wij uh, ook. Bij al orale van inname. Ja, al Guido, toch nog even checken dan. Oh ja. uh, de zalfjes met bicarbonaat, uh, heb je daar ervaring mee? <tie> Nee, dat heb ik ook nog nooit geprobeerd. Maar weet je, uh, het, het gaat erom dat um, het bicarbonaat natuurlijk een bepaalde bloedspiegel moet krijgen. Ja. En ja, dat, dat liet jeugd natuurlijk... al zien dat de studies uh, betwijfelen of het wel via die route in <laughs> ja. je bloed komt. Ja. Jij lacht ja, er Misschien om. komt er wel iets in het bloed, maar lang niet zoveel als dat je het oraal neemt. Ja. Nee. Kortom, of menthol. Nou, ja, misschien. of menthol, ja, ja, dat zei je net ja, nog in de finale. Er zit ook menthol in die zalfjes. Dus mensen die het gebruiken zeggen ook allemaal... ja, misschien... het doet wel wat op mijn, uh, mijn benen of mijn spieren. Het voelt ja, goed. cool. cool. Ja, ja. ja, maar dan, ja. dan moet je er volgens mij... geen 75 euro voor een tubetje nee, voor betalen. dat is ook wel... Ah, wel. Men, menthol helpt, helpt... stel dat ze die, die inspanning... dan in, het, in de hele erge warmte moeten doen... dan helpt menthol natuurlijk daar wel bij. Hè? Ja. Daar zijn wel verhalen over echt, hè? Ja, ja, dus... ja eens, maar dan, ja. dan helpt het zalfje dus wel. Maar dan moet je het dus afzetten tegen. Eh, koop ik Kosten. inderdaad tijgerbalsem ja. of een ander mentholzalfje? Ja. En dan wat dat dan kost. Ja. Ja. Nou. ja. Kortom, ik iets. denk dat we een klassieker hebben hier bij de Slimmer Pesteren Podcast. <laughs> altijd maar die nuance, altijd maar we weten het niet. Maar ik geloof dat ik hier toch vol overtuiging van de wetenschapsjournalist en de sportarts-topcoach kan zeggen. dat bicarbonaat als supplement en zeker ook bicarbonaat-smeersels. Sorry, Bastiaan Gajaar. Dat is toch echt onzin? <laughs> ik zou het er gewoon uh, niet kopen, niet smeren. Ja, tenzij, wat je zelf al schrijft, je zo'n groot placebo-effect uh, ervan ervaart. Ja. Dat het jou echt laat vliegen. Dat moet je doen. En dan sorry dat we die droom hebben doorgeprikt. Nou, ik denk nog even het UHTT uh, rondje hardlopen. Ja. Je weet wel, bij het maanse gat. Ja. Nou, dat is ongeveer... 10 minuten volgens mij. Ah oh, ja. Dus dat, dat je, je voor de sprint. Meenemen, ja. dat je even dat gaat slikken. Ja, en dan ben ik toch benieuwd wat het nou, doet. Laat ons okay. weten hoe het uh, ja. uitkomt. En uh, ja, dat uh, roep ik ook op aan alle onze kijkers en luisteraars. Uh, we hebben hier misschien wel een marketingmythe doorgeprikt. Uh, ben je daarmee eens of oneens? Ik neem aan dat als jij wel eens 75 euro uitgeeft als een tube, dat je allerlei argumenten hebt waarom wij er nu naast zitten. Dat is ook jouw confirmation bias die je vol moet volgen. Dus laat het ons weten via social media @slimmerpodcast op Twitter en Instagram, via onze website www.slimmerpodcast.nl vind je de pagina van deze aflevering. Daar kun je onder reageren of stuur ons een mailtje via post@slimmerpodcast.nl. Dankjewel Guido. Yo, Yo. Ja. Tot, volgende tot, week. tot volgende week. Hoi, Hoi. Dido.